tof dat jullie er zijn. Dankjewel voor de introductie. Ik ga mezelf ook niet verder introduceren. Ik ga gewoon gelijk beginnen. Ik wil bij deze een beetje het landschap schetsen wat ik probeer uit te... Ben ik goed achterin te verstaan? Of moet ik iets meer... Nee, helemaal prima. Het gaat eigenlijk over een verhaal van groei. Hoe je van... Ja, misschien werk je in je eentje. Je krijgt grotere projecten. Als persoonlijk niveau, maar ook als bedrijf groei je ook. De projecten worden wat gecompliceerder. De cliënten worden groter. En daarmee... Het heeft ook impact op ja, je development. Je gaat met meerdere mensen werken eraan. En dat heeft allemaal invloed op eigenlijk het proces van development. Dus welke problemen proberen we eigenlijk op te lossen bij ons op de zaak, bij Level? Het is een flinke zin, maar wij werken met meerdere mensen. Werken we aan een... aan het project, nou ja, vanaf bovenaf. Het project die we bouwen moeten gewoon meerdere jaren blijven staan. Moet gewoon stabiel draaien. Ze worden uitgebreid. Er wordt doorontwikkeling opgedaan. Nieuwe features toegevoegd, weggehaald. Het leeft. En ook nog eens een keertje. We hebben verschillende developers, verschillende designers. Die werken er allemaal aan. En het begin, wat net ook verteld werd. Het project wordt opgezet door iemand. Door een team van 3. En de doorontwikkeling wordt door een heel andere persoon, vaak ben ik dat, wordt doorontwikkeld. En dan ben je in je eentje en je bent niet betrokken geweest bij al die keuzes. Dat kan voor problemen zorgen. Dat sowieso, op het moment dat je zaken ontwikkelt, heb je gewoon bugs. Het is gewoon standaard, niemand schrijft bugvrije code. Als deze code die je schrijft ook niet aan... verandering is onderhevig, dan is het moeilijker en lastiger om dit te veranderen. Als je niet al een beetje van tevoren rekening houdt met dat er in de toekomst nog wat bij gaat komen, dan kan als een klant iets vraagt van ja, ik wil iets erbij hebben, dan kan het al voor problemen zorgen. Dan ben je er misschien ineens 4 dagen mee bezig in plaats van 2 dagen. Als je dat van tevoren ook niet een beetje ermee rekening houdt, ben je misschien ook geneigd sneller. Cutting corners, even shortcuts te nemen. Teams veranderen. Het is nu eenmaal zo, de designer die het heeft opgezet, die heeft een mooi sketchbestand gemaakt. Er wordt wat ontwikkeld. Vervolgens wordt er mondeling wat afgesproken dat de buttons toch geen 20 pixels zijn, maar 10 pixels. En het sketchbestand blijft gewoon hetzelfde. Dus hoe ga je daarmee om? Want die designer die zit niet meer op het team. Ik weet daar niet vanaf en zo kan je een beetje chaos krijgen. Dit is een lange sheet, dus moet ik heel eventjes een beetje spieken. Bij doorontwikkeling wordt dit ook eigenlijk allemaal een beetje erger, omdat je al die verschillende aspecten rekening mee moet houden. Uiteindelijk kan de conclusie zijn dat sommige developers gewoon zeggen van ja, ik wil niet meer aan dit project werken, want dit is zo'n chaosproject. En alles wat ik aanraak valt weer om. En dat is hetgene wat we proberen te voorkomen in de loop van de tijd. Dat is een beetje het landschap wat ik probeer te schetsen waar wij mee te maken hebben gehad. En waar we hebben voor gekozen dat we wat aan gaan doen om dat te veranderen. Zelfs slechte code kan functioneren. Maar zoals ik al zei, als je het niet makkelijk kan veranderen, dan dat is eigenlijk erger. Dat iets een langzame query is prima. Het is slecht, maar die kan je eenvoudig optimaliseren. Maar als heel het project een chaos is, dan kan dat gewoon ja, echt een nekslag zijn. Mijn eerste goede spreekwoord. Dus. Yeah. Situatieschets. Website Financial Focus die we hebben gebouwd voor ABN. Het zijn 2 pagina's die ik eventjes laat zien om de voorbeelden die ik in de presentatie laat zien, dat je een beetje context hebt, een beetje referentie hebt. Het is een financieel platform voor ABN waarop ze allerlei dingen posten met omzet. Allemaal dingen waar ik me beleggen, daar hou ik me allemaal niet meer bezig. Maar het is wel een heel leuk project geweest. En het is voor een saai onderwerp is het best wel een leuke site geworden.
verschillende blokken. Ze hebben nieuwsitems. Hey, rustig aan. Ze hebben verschillende nieuwsitems. Ze hebben video's. Het is een beetje afgekapt, maar video's van 5 minuten of 10 minuten. Gewoon nieuwsberichten. Ze hebben bepaalde dossiers. Het ziet er ook, het lijkt allemaal op elkaar, maar het zijn net allemaal andere items. Verschillende onderwerpen. Je kan je inschrijven voor een nieuwsbrief. Wederom die video's. Dit is de testdata, maar het is een leuk platform voor hele saaie informatie. Je hebt ook zelfs magazines. Ze brengen ook magazines uit. Die komen ook op de website te staan. Een detailpagina. Het is geen fancy-pensy, allemaal mooie dingen erbij, maar gewoon data, informatie. Knoppen die de klant heel graag wilt, maar niemand gebruikt, moeten erbij. Dit is ook een onderdeel waar ik het over ga hebben in een voorbeeld van mij. Ik had niet verwacht dat dit gebruikt ging worden, maar er zijn gewoon mensen die nog steeds zeggen van hey, ik vind het een goed artikel en kan waarschijnlijk gewoon lekker anoniem, 5 sterren, 4 sterren. Maar daar begint ook gelijk het eerste probleem. De non-modulaire aanpak is dat je op je detailpagina content hebt en dan heb je die sterren daar staan. Wat wij hebben gedaan, we hebben een plugin gepakt. Een goede rating plugin die we vaker gebruiken en die hebben we ingezet. Je kan, in dit geval kan je met je muis overgaan en dan heb je een onklik en dan kan je gelijk een rating geven. En het is ook gelijk een tonen hoe wat de rating is in 1. Dus het is allemaal eigenlijk heel veel functionaliteit in 1 gepropt. Dat is gelijk eigenlijk ook wel een probleem. Want al dat in elkaar gepropt, dan wat nou als de vraag komt, ja, ik wil op de archiefpagina, wil ik bij elk nieuwsbericht wil ik ook de rating tonen. Ja, dan denk je, ja, dan doe ik die shortcode of die functie roep ik daar aan. En dan vervolgens kan je hier ook gaan opklikken om dat ding een rating te gaan geven. Terwijl dat eigenlijk iets statisch is. Nou ja, dat wil je niet. Maar het is een plugin, dus moet je wel kijken of dat allemaal uit elkaar getrokken is. Of dat uit elkaar te trekken valt. Had ik helemaal geen rekening mee gehouden aan het begin. Dus kan het nog wel erger worden, want ze willen het opsplitsen. Je kan comments achterlaten en daar je ratings geven. En dit is gewoon een statische, net als deze. Als die plugin niet zeg maar modulair opgebouwd is, dat je dat allemaal los kan opsplitsen, dan moet je of een nieuwe plugin gaan zoeken of heb je weer data die je moet migreren. Dus als je een beetje rekening houdt dat een website aan verandering onderhevig is, dan kan je dit voorkomen. Maar dit zijn gewoon situaties, een heel simpel dingetje, sterretjes, en dan loop je al tegen zoiets aan. Een volgend ding, issue waar ik ook wel eens tegenaan. Dit is een project, dit loopt al iets van 3-4 jaar, dat hebben we overgenomen. Overal buttons, echt. Deze heb ik een weekje online laten staan, die is zelfs ongesteld. Was een foutje van mij. Hier zit een border tussen, hier zit een shadow op. Dit pijltje is wel mooi, maar deze is cursief en deze niet. Allemaal andere verschillende soorten HTML, verschillende CSS-klasses, verschillende bronnen waar het allemaal wordt gedefinieerd. Ik heb er wat aan gedaan. 1/3 van al die buttons, die hebben we gewoon weggehaald. En nu hebben we gewoon een wat consistentere slide. En dit is allemaal door ontwikkeling, we hebben het overgenomen, verschillende designers, een stagiaire die ontwerpt een landingspage of een klant die vraagt, ja, ik wil hem toch even iets groter hebben en dan die uitzondering en dan verander je de padding en dan wordt het daar niet meegenomen. Het is dat als je daar niet op let, als je daar niet van bewust bent, als je iets aan het bouwen bent, als je aan het uitbreiden bent, dan kan dat allemaal gebeuren. We hebben een paar opties. Wat hebben wij eraan gedaan om dit te voorkomen? Ja, stiekem toch een quick fix en doorgaan. Wat is een reden? Weet iemand een voorbeeld te geven van wat een reden zou zijn dat je toch eventjes snel
even het goed hackt. En eventjes dan live zet en klaar en niet meer naar omkijkt. Tijdsgebrek is een hele valide. We hebben deadline. Donderdag moet het live, want er is een enorme campagne en moet gefixt worden. Nog iemand iets? Geld is ook zoiets. Ja, sorry, we hebben geen budget voor je om die 30% van die buttons weg te gaan slopen. Dus dan leven we maar met daarmee. Waar wij wel eens blij mee zijn, dat is... Oh, even kijken. Dun, dun, dun. Ik loop nou een beetje te fratsen. Volgende maand krijgen we toch een nieuwe website. Dat is met die Financial Focus website is dat geweest. Het was een beetje lastig om te onderhouden. Maar we wisten dat we over 3 maanden een hele nieuwe rewrite mochten doen. Dus toen hebben we dat ook op die manier aangepakt. Dus dan is het gewoon een hele valide optie om te hebben. Onderdelen herschrijven, zoals wat ik daarnet zei met die buttons. Dat is echt ook, als je dat constateert dat het een puinhoop is, geef het dan aan. Maak het niet alleen jouw probleem als developer zijnde van, oh, het is een drama. Ga naar je projectmanager of ga naar je klant en dan zeg je, hey, we zijn al 4 jaar zijn we bezig, we zijn al 2 jaar bezig, maar we hebben even een investering nodig om het onderhoud weer makkelijker te maken. Praat met andere mensen hierover, dat er ook technische legacy in zit en dat je het liever wilt oplossen. Misschien zegt hij, ja, ik heb nog wel een budget over waar ik dit graag voor wil doen, want mij is het ook opgevallen. Het is ook voor mij een doorn in het oog. Dus dan is een onderdeel herschrijven is echt wel een goede optie. Zoals ik al net zei, compleet opnieuw beginnen. Gebeurt niet vaak, maar we hebben best wel al iets nu. Sinds ik bij Level werk, zijn er al wel echt van 3, 4 projecten die eigenlijk vanaf scratch weer opnieuw gebouwd worden. En dat komt, heeft verschillende redenen. Dus we hebben een nieuwe huisstijl. Ja, en dan moet de website ook mee. En dan zeg je, ja, dan kan ik het sneller en beter als ik hem helemaal vanaf scratch doe. Maakt dat ook een optie in plaats van dat je op die gammele basis blijft doorborduren. Je kan ook kiezen van, nou, oké, misschien neem... Ja, ik ben geen voorstander ervan dat je zegt van... Nou, misschien neem ik wat voor mezelf qua tijd als agency zijnde of als freelancer. Probeer altijd wel dat betaald te doen. Want ja, als je dat met elke website gaat doen, dan loop je gewoon op een gegeven moment op leeg. Schoon starten. Dat is als je vanaf volgende week of vanaf volgende maand een nieuw project start, denk dan, ik wil dit op een modulaire manier opzetten. Als je vanaf het begin al die denkwijze aanhoudt dat je iets kan uitbreiden, dan kan dat voor de toekomst alleen maar meer profijt zijn. Dus dat zijn de opties. Enkele van de oplossingen die wij toepassen om het dus modulair te krijgen, dus dat clean starten, dus de laatste optie, is separation of concern. Elk onderdeel laat je zijn eigen verantwoordelijkheid hebben. Je HTML is je HTML. Je CSS, dat is al iets wat je standaard doet. Maar soms kom ik ook nog wel eens projecten tegen waarin je in een single.php een of andere WP query hebt staan en daar overheen loopt om gerelateerde artikelen te staan. Scheid dat allemaal. Doe het desnoods in functies. Wij hebben het voordeel dat we met Clarkson werken. Dat is een templating engine waardoor die separation of concern eigenlijk al een beetje geforceerd wordt. Het is open source. En wij wilden niet meer in de gelegenheid zijn om toch in die single.php stiekem nog eventjes een loopje te bouwen. Door Twig te gebruiken, door controllers, dat MVC-model te gebruiken. Voorkom je dat je ook rommel gaat krijgen. Deze aanpak hadden we al gezien, dat je ineens allemaal verschillende zaken hebt. De modulaire aanpak dat wij dan adviseren is, probeer je HTML in een los bestand te krijgen. Die JavaScript, die heb je ook al los. De data... eigenlijk de data source, die trek je ergens los vandaan. Als je dat allemaal tegen elkaar aangooit, dan
krijg je je rating die je hier tegenaan kan zien. Op het moment dat je eigenlijk in de basis merkt dat je databron, je HTML en je JavaScript al, als je merkt dat je dat al gaat entangelen, mixen, dan voel je al aan je water dat je een probleempje in de toekomst kan gaan krijgen. Dit is gewoon als je dat met een review doet, die statische, als je nu in de laatste situatie alleen een statische sterretje zult laten zien, dan heb je eigenlijk alleen maar deze twee nodig. En dan hoef je ook heel die JavaScript niet meer in te laden, hoef je daar ook geen zorgen meer voor te maken, om te maken. En dan voorkom je eigenlijk alweer wat meerdere issues in de toekomst. Dus meerdere losse onderdelen is nog steeds één groot geheel. Dus dat grote geheel zit er nog wel in. Het zijn alleen losse componentjes geworden. Situaties bieden dan de gelegenheid dat je alleen maar op dat ene onderdeel hoeft zorgen te maken. Dus als jij die sterretjes naar duimpjes moet omzetten, dan hoef je alleen maar op één plek die duimpjes aan te passen. Hallo. En dat zorgt voor ademruimte. Dat is minder werk. En het verandert gelijk op alle drie de plekken. Verandert van een sterretje naar een duimpje. Dus de oplossing is denk in componenten. Stop denken in, we hebben een landingspagina en voor deze landingspagina daar staat een blok in. Want over een jaar zegt hij, of over een maand, denk je, oh, dit blok is mooi, die wil ik ook op een detailpagina hebben. En dan heb je hem helemaal specifiek gebouwd op de landingspagina. Dus probeer te denken in kleinere stappen. Je hebt een formulier, dat formulier bestaat ook weer uit kleinere onderdelen, zoals buttons. Kijk uit dat je niet te diep gaat, dat je te veel dingen gaat opsplitsen, want dan maak je het misschien weer overcomplex. Het is een beetje wennen. Ik heb er best wel eventjes over gedaan om te kijken van dat ik overenthousiast alles ging opsplitsen. Dus ik heb, waar eigenlijk de moeite lag voor mij, was om juist rustig aan te doen en niet alles te complex maken. Omdat het kost ook tijd een beetje om het modulair op te splitsen. En dat was enthousiast al met de. Vertel ik zo meteen nog verder over. Ik heb een paar testjes om te kijken of iedereen die al een beetje wat. Shit, nu heb ik het al verraad. Zijn deze twee componenten in de basis hetzelfde? Iedereen die ja zegt, mag even staan, dan gaat er gelijk een beetje bloed weer vloeien. Enthousiast. En heb je dit allemaal gezegd omdat je ja zag? Nee. Het antwoord is inderdaad ja. Eén is klein, ander is groot. Het lijkt niet hetzelfde, maar onder water deden deze twee componenten, ik denk, 80% van dezelfde code. Dus als ik nu hier in deze titel wat wil toevoegen. Bijvoorbeeld een puntje, net zoals met je iPhone, dat iets geüpdate is, je een app, dat je zo'n rondje erachter ziet staan. Dat willen ze hier gaan krijgen. Dan hoef ik dat alleen maar voor deze titel hier toe te passen. En dan sijpelt dat door heel de website helemaal heen. Overal waar die blokjes worden gebruikt, wordt gewoon dat bolletje erachter gezet. En ik ga nu een beetje uitleggen hoe het nou komt dat dit in de basis dezelfde zaken zijn. Overerven met CSS-klasses. Wie heeft er wel eens met Bootstrap gewerkt of een andere framework? Boom. Dat is prima werk. Wij noemen deze zaken een teaser. Alles in de basis ziet er zo uit. Maar soms hebben we wel eens, zag je, een groot blok en een lijstje aan de rechterkant. En dan hoef ik alleen maar een klas erop te zeggen, teaser large. En dan wordt hij groter. Dan krijgt hij zo'n fiepje erbij. Dan verdwijnt de categorie hier naartoe. Komt hij anders eruit te zien.
Dat is iets wat super krachtig is, want deze plaat op de achterkant en de positie dat die onder gealigned is, is allemaal generiek voor beide blokken. Dus daar, als ik daar iets aan wil aanpassen, hoef ik dus in die teaser class pas ik dat dus aan. Er was laatst iets met een of andere rare IE11 bug. En dat hoefde dus maar op één plek hoeven dat aan te passen. En niet gekopieerde CSS dat ik voor teaser en teaser large heb. Want het was gewoon één en hetzelfde geheel. Dus probeer dat alles wat generiek is in een eigen CSS klasse te plakken. En alles wat een uitbreiding is op die klas, wat eigenlijk de uitzondering is, zet dat dan hierin. Dit voorbeeld, als je naar inderdaad Bootstrap kijkt, ze gaan wel supersnel, er zit turbo in. Hartstikke idee. Dit is in de basis gewoon precies hetzelfde. De standaard is een alert, die zorgt ervoor dat er een shadowtje in zit, dat het een bepaalde font size is, volledige breedte. En je zet alert succes erop, dan wordt hij groen. Alert danger erop, dan is hij rood. Als je eventjes niet meer weet van hoe je dat zou moeten aanpakken of hoe je iets zou kunnen aanpakken, kijk dan even naar frameworks, hoe die dat ook alweer doen. En gewoon beter goed gejat dan slecht bedacht. Is dat nou mijn tweede goede spreekwoord? Of, leer ervan. Het is een succesvolle methode, een succesvolle gedachtegang. Wij hebben dat bij ons hebben het een stapje verder genomen. Elk van zo'n blok is een apart custom post type. We hebben gewoon een normale post. We hebben de custom post type video en custom post type magazine. Die hebben ook net weer even wat andere styling. Hier zit dan dat timertje zit erbij. Hier zit geen categorie. En daarmee dat hebben we gewoon, dat kan je. Of met je CSS kan je dat simpelweg op display non zetten. En dan heb je dat al gefixt. Een hele eenvoudige, maar krachtige manier om wat blokken, wat componenten te tweaken. Dit hebben we qua layout hebben we het nog verder getrokken en hebben we het opgesplitst. We hebben de elementen en wat stylingzaken hebben we losgetrokken eigenlijk van de layout. Die opsplitsing zorgt ervoor dat we met een 1x1 is gewoon een vierkantje. En als iets 2x1 moet worden qua layout, dan plak je die klas erop 2x1. Zo kan een normale post van 1x1 ook eenvoudig veranderd worden naar 1x2. Dus ook dat opsplitsen is ook weer dat in losse onderdelen denken. Dat je niet een bepaalde visuele eigenschap vermengt met een layout eigenschap. En als je ernaar kijkt, dan denk je, ja, dit moet ik gewoon zo oplossen. Ga eventjes zitten, ga zonder jezelf afgaan. Neem de tijd ervoor om het design te analyseren. Of er van zulke elementen, van zulke situaties erin voorkomen. Wij hebben het ook het voordeel gehad dat onze designer ook heel erg goed heeft nagedacht over dergelijke situaties. Dat je wel overlap had in situaties. Even kijken waar ik ben. Deze flexibiliteit binnen CSS, om dat op te kunnen splitsen, daar zijn eigenlijk twee basisregels voor. Wat ik in mijn achterhoofd hou. Eén daarvan is, het is iets wat iedereen eigenlijk bijna wel doet al, maar echt gebruikt geen ID's. Ik zat laatst de WordCamp Rotterdam website te maken, te stylen, en een plugin die had iets gesteld op de ID. Hashtag dingetje. En het was zo lastig voor mij om dat te overschrijven. Ik moest gewoon met important gaan werken om iets te kunnen gaan stylen. En dat maakt het gewoon moeilijker. Probeer dat zelf dus ook te voorkomen als je dat bouwt. En de tweede, eigenlijk nog wel het meest belangrijke, is nest niet diep. Ik had er net het voorbeeld van dat je op een landingspagina een blok had. Dat je daar specifiek een bepaald button hebt gesteld. Dit is veel te diep. Page home, teaser, video en dan nog eens een keertje zit daar een button play in.
dat ding kan, dat, die button play is eigenlijk een los componentje. Dat is gewoon het is een button. Of je kan er een extra stijl op zetten dat het een button video play is. En dan krijgt hij een andere styling. Dan heb je dezelfde behavior. Het is ook veel makkelijker om om dit te overschrijven dan deze. Dat woord wat ik niet kan uitspreken, specificity. Er zit in het einde van de slide zit er een linkje naar, een voorbeeld van wat het probleem is. Nou, 5 minuutjes, weet je. Wat het probleem hiermee is. Probeer methodes die mij hebben geholpen met deze denkwijze zijn dingen zoals SMAC, Adam CSS of BEM. Wij proberen zelf nu met elk project proberen we nu BEM te hanteren om om onze CSS een naming convention aan te houden. Een voorbeeld wat niet verplicht is, maar wel handig was, gebruik Less of SAS, want je kan daar ook weer je bestanden, je CSS ook weer opsplitsen. Het is niet verplicht, maar het heeft ons heel veel geholpen. Ik heb nog 5 minuutjes inderdaad. Object-georiënteerd programmeren. Dit is wat niet standaard met WordPress eigenlijk geforceerd wordt. Je bent heel vrij om te kiezen hoe je jezelf je eigen projecten opbouwt. Wij hebben met Clarkson hebben het voordeel dat we die scheiding eigenlijk soort van hebben ingebouwd. Dat je je models hebt, dat je je... Ik praat nu al vooruit, maar ik ga nu de situatie even uitleggen. Dit is het videoblok, object-georiënteerd programmeren. Er zit ook dat stukje overerving in. Je overerft met CSS. En dit is nog wel het ding met programmeren dat veel mensen misschien wel bekend in de oren klinkt. Je erft classes over. Dit is alles, is get permalink, de titel. Deze videopost, die heeft... dit is slecht te lezen, lekker. Die extent, de post, die extent van het Clarkson-object. Want we kunnen niet wp-post gebruiken, want die is final. Dat is een probleempje. Die hebben we dus zelf even nagebootst. Maar het videoblok, die erft dan weer van post over. En in het model van de post zit één uitzondering. En dat is de duration. Deze video duurt 14 minuten. Dus als ik dan weer een titel of een dingetje wil aanpassen, wat generiek is voor alles, doe ik dat hierin en dan sijpelt dat allemaal weer door. Download Monitor gebruikt deze denkwijze, WooCommerce gebruikt dit, Easy Digital Downloads, dat zijn allemaal ook plugins die al op deze manier goed die scheiding hebben toegepast. Probeer dit ook in je code te doen. Dit is een voordeeltje van ons, omdat wij... wie gebruikt hier Timber wel eens? Kijk, dat is... Dus hoe blij ben je met Timber? Ja, awesome, ja. Maar Timber, Clarkson, allebei onder water kan je een templating engine inzetten. Het voordeel hiervan is dat je ook wel op pagina niveau... één keer een layout kan definiëren. Dit is een twee koloms pagina. Dit kan voor een... pagina deze layout zijn, maar het kan ook voor een single post kan dit dezelfde layout zijn. Als je dan iets in die layout wil aanpassen, dan hoef je alleen maar in die twee koloms layout in die pagina, hoef je daar HTML aan te passen. En dat sijpelt wederom ook weer door. Dus dat overerven komt ook weer terug in je HTML en je page templates, omdat je Twig kan gebruiken. Dit was een intern grapje, maar probeer dan of Timber of te kijken naar Clarkson of een andere oplossing die Twig faciliteert binnen WordPress. Nou, wat zijn er? We zijn er bijna, want ik heb nog 2 minuten. Ik ga misschien wat sneller praten, maar waarom wil je deze scheiding toepassen? Waarom wil je deze denkwijze hanteren binnen je project? Je code wordt herbruikbaar. Ja, het zijn eigenlijk wat ik allemaal daarnet heb gezegd. Dit heb ik nog niet genoemd. Je code wordt ook testbaar. Als je op een gegeven moment met PHP unit, dat je unit test gaat schrijven, omdat je ook die splitsing hebt, omdat je models hebt en controllers, kan je veel eenvoudiger ook je code test gaan schrijven voor je code. Als het allemaal vermengd is en
dan is dit veel lastiger. En deze laatste twee, wij hebben echt aanzienlijk minder support tickets binnengekregen op het moment dat wij Clarkson zijn gebruiken, door deze denkwijzes hebben toegepast. En dit is mijn cue? Nee. Wat uiteindelijk er heeft geïnteresseerd is dat de klant een stuk blijer is omdat ze veel minder support tickets hoeven inschieten. En wij zijn blijer omdat we niet bang hoeven te zijn dat de boel omvalt als we een release doen of dat er iemand een wijziging heeft toegepast. Omarm deze modulariteit. Splits complexe dingen in, op. Ga niet te diep. Doe het stapje bij stapje. Je kan niet in één keer alles wat ik net heb verteld, kan je ineens gaan veranderen. En spreek met je team, communiceer met je team wat jullie het fijnst vinden werken. Gebruik BEM, gebruik Timber, gebruik Clarkson. Probeer iets, maar doe het stapje bij stapje, want het kan een best wel groot, overweldigend iets zijn. Dank jullie wel. Gijmen Martinez, als er nog vragen zijn, dan ben ik beschikbaar nu en ja. Ook na de hand. Applaus voor Gijmen. Ja, interessante talk. Ook voor niet-developers, maar ja. Veel CSS en HTML. Dus dat is wel. Kijk, ook toepasbaar voor jou. Nou, mooi. Ja, ook toepasbaar. Nee, maar ja. Wat mij opviel is dat je ook wel heel erg benadrukt van het is echt team effort. Hè? Je moet gewoon ook met je projectmanagers, met je designers, eigenlijk met z'n allen vooruit denken. Ja. En want wat jij zei van ja, je begint ergens, maar dan ineens komt dat. Dus ik denk dat ook heel goed is wat je aangeeft in het beginstadium van ja, gaan met klanten bereiden. Ja. Is er iemand die nu al een vraag heeft? Hoe was het op Purkje van Antwerpen 2017? Shit, scherp. Vraag, teasers. Ja. Vooral het 1x2, 2x2. Ja. Je gaat een andere afbeelding gebruiken. Althans, je kan dezelfde afbeelding gebruiken en die als background cover instellen. Ja. Maar voor veel je kent het waarschijnlijk wel. Ja, veel klopt. Afbeelding is dat niet de oplossing. Ja. Definieer je dan al meerdere slides, even uitsneden? Ja. Klopt, ja. We hebben inderdaad op het moment dat je die klas erop zet, dan laat hij inderdaad ook een andere image size erop. Die wordt ingeladen in de... Ja, ik weet niet of we dat met JavaScript hebben gefixt, even niet meer uit mijn hoofd, of dat we een source set trucje hadden toegepast. Is dat dan... Ja, nee, het is wel legit, alleen je moet er even over nadenken van hoe ga ik dit probleem oplossen, want die background... Die moet inderdaad op een gegeven moment moet het een staande foto zijn. Je gebruikt ook wel een andere afbeelding. Dus dat is dan die uitzondering die je schrijft. En dan hoef je geen. Regel bevestigd. Dat ja. is ook zo'n ja. uitdrukking. Ja? Ja. Ja, wordt een thema. Ja, nee, scherp, heel scherp inderdaad. Ja, ja, ja. Nog meer vragen? Ja, ik kan me voorstellen dat er soms plugins zijn die niet laten plooien met dat model. Ja, ja. Hoe ga je er dan mee op? Met die rating plugin heb ik zelf een soort van een factory eromheen gebouwd. Een wrapper, die hebben zelf die modulariteit ingebouwd. Dus toen, ik heb dan gekeken hoe zij de query ophaalden. En dat heb ik dan gekopieerd. Dat is lastig. Het liefst bij andere projecten, als we met een hele grote Elasticsearch database werken, dan doen we het vanaf scratch, omdat dat niet kan. Maar je gaat zelf dan zo die modulariteit inbouwen en dan moet je een notitie maken in je documentatie dat je dat gedaan hebt. We liepen bij Camping Frankrijk er tegenaan dat de plugin geüpdate werd en er brak inderdaad iets. Maar dat is maar één keer is het gebeurd in, hoe lang hebben we nou al Camping Frankrijk? Al vijf, zes jaar. Ja, dat is een keuze die we hebben gemaakt. Het is een bewuste keuze, maar het heeft ons meer gebracht dan die ene keer dat het kapot ging. Ja. De winst van het zelf even een wrapper te schrijven is meer dan de keer kapot. Exactly. Neem je soms dan ook contact op met de plugin-ontwikkelaars? Ja. Om te vragen van, hey, kunnen jullie hier... Ja, ik schiet dan wel eens een ticket in van, kan je dat uitsplitsen? En die rating plugin, die toen het kapot ging, heeft hij ook... een hele rewrite gedaan van zijn codebase om het dus netjes modulair op te bouwen. Ja, dus daar zit ook een samenwerking, hè? Om dan inderdaad de dingen die je gebruikt, mensen gewoon zeggen van hé, wij kunnen het dus of zo beter toepassen, dus kan je daar wat aanpassen. Ja. En soms duurt dat een half jaar of een jaar, maar dan
ja, dan heb je hem in ieder geval ook geïnspireerd om het op een andere manier aan te vliegen. Ja, goeie. Nog een vraag? Ik heb mooie modulaire templates en mooie modulaire CSS. Echt top. Fantastisch allemaal. Oh shit, nu kan je Wouter, moet ik praten. JavaScript. Ja. Dat is gewoon bij mij altijd een dikke puin zorg. Klopt. Ik had wel in mijn talk description staan Gulp of Webpack. Wij gebruiken op dit moment Gulp. Dus wat het eigenlijk doet is, wij gooien een mapje, die leest hij altijd alles uit. En dat voegt hij samen in één bestand. Dus dan doe je ook dat beetje dat objectgeoriënteerd programmeren in met JavaScript. Alleen dat samenvoegen, dat doet Gulp. Dat is een processor die alle JavaScript bestandjes pakt en dan samenvoegt. Nieuws, die is nu bezig. Ik kan straks wel een voorbeeldje laten zien. Voorbeeldje laten zien. We zijn nu bezig met Webpack. En wat Webpack, die doet ook zoiets, maar dan op een doet het beter. Op moment dat JavaScript is een heel nog lastiger onderdeel. Dus we hebben een banner staan, maar haak aan. En we kunnen wat voorbeeldjes laten zien. Want, en jullie zijn met z'n tweeën hier, of nog meer mensen? Met z'n vieren? Ja. Ja, maar wij zijn wel de twee technische... En jullie zijn gewoon de hele dag aanwezig. Ja, dus, ja. En nou, even ook WordCamp Rotterdam. Eerst volgende WordCamp. Ja. Eind van de maand. Zijn jullie ook, denk ik? Ja, ik organiseer Rotterdam. Dus, ook... Het is echt maar een uurtje. Dus ja. Kom allemaal naar WordCamp Rotterdam als je hier meer over wil weten. Klopt. Daar komt een talk over modern JavaScript van Gaia. Dus. En er zijn nog tickets. En er zijn tickets inderdaad. Ja, het gaat hard. Het gaat hard. Ja. En het is in een tropisch zwemparadijs. Ja, het is awesome. Tropicana. Ja. Dus, ja, allemaal komen. Oké, nou, applaus nogmaals. We gaan. Hij gaat je slides ook delen, ja. Hoop ik. Ik wilde iets laten zien, maar kijk even op de dit zijn die resources. Kijk even op de, geloof ik, level website. En dan talk/talk of zoiets. Die ga ik ergens van het weekend nog even erop trappen. En tweeten, en tweeten, en WordCamp Antwerpen gaat het tweeten. Dus ja. Hou dat alsjeblieft even in de gaten. Hey, dankjewel. Dankjewel. Oké. Ja, wij gaan zo verder met...